Carrie heeft geen makkelijke jeugd, vertelt ze. Haar ouders hebben een slecht huwelijk. Ze begrepen niets van elkaar. Ook wil haar vader liever een zoon, waardoor hij Carrie altijd aanduidt als zijn jongen. Carrie heeft dan ook een moeilijke band met hem, die manier van houden van is er niet. Ook haar moeder maakt haar jeugd er niet makkelijker op, ze is manisch depressief. Ik wil de MM-moeder niet missen, want dan had ik geen moeder meer. Carrie is inmiddels heel gelukkig met haar partner Alice, met wie ze al 50 jaar samen is. Maar het begin van die relatie verloopt stroef. Carrie komt er door Alice achter dat ze op vrouwen valt. Ik woonde toen met een jongen, vertelt ze. Ik was met een jongen, al 6 jaar. Toch wordt ze verliefd op Alice. Op een gegeven moment zei ik dat ik heel verliefd op haar was. Ik had het al tegen mijn vriend gezegd, zij moest er niks van hebben. Ze dacht, ik val niet op vrouwen. Het duurt vervolgens nog 2 jaar voor Alice overstag gaat. Presentator Özkan Akyol is benieuwd naar dat moment. Toen ik zei, ik kies voor jou, toen dacht ze, oké. Ze heeft altijd gedacht, je hebt toch een man? Ik wil niet iets met iemand die al een relatie heeft. Maar toen ik zei, ik hou van je en ik kies voor jou, toen was het meteen aan. Carrie en Alice hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Geweldig, ik vind dat echt een cadeau in je leven. We wonen allemaal in Bergen, dus ik zie ze heel veel. We passen 2 dagen per week op, ik denk ook wel eens, wat jammer dat mijn ouders het niet op deze manier hebben kunnen beleven, echte liefde voor je naaste, dat is het mooiste van het leven. Thank you.